16 uur lang duurde de gijzeling in het centrum van Sydney. Bij de bevrijding door de politie vielen doden. De dader noemde zichzelf een moslimleider. Verder in het nieuws vandaag. Er gaan 200 politiebureaus dicht. En Nederlands onderzoek werpt een nieuw licht op Escape from Alcatraz. Goedenavond. Is het een eenmansactie van een gevaarlijke gek of zit er meer achter? Dat is de vraag in Australië na een gijzeling in Sydney die na 16 uur tot een bloedig einde kwam. Bij de bevrijdingsactie door de politie kwamen volgens Australische media de dader en twee gijzelaars om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. De dader is een man van Iraanse komaf die zichzelf een moslimgeestelijke noemt. En hij had al heel wat op zijn kerfstok in Australië. Vanochtend liep hij gewapend door het hart van het zakencentrum van Sydney, niet ver van het beroemde Opera House en de Harbour Bridge, zo het Lind Café binnen. We've just got some breaking news. There's a police operation underway in the heart of the city. One block of Martin Place has been cordoned off and several police vehicles are at the scene. Een man houdt zo'n 30 mensen gevangen in Lind Café, midden in het drukke zaken- en winkelcentrum van Sydney. Hij dwingt gegijzelden voor het raam te gaan staan met hun handen omhoog. Later moeten ze een zwarte vlag vasthouden. De vlag die wordt gebruikt door veel jihadistische groepen. Dan ziet de politie ook wie de gijzelnemer is. Man Haroon Moniz, een man van ongeveer 50 die 18 jaar geleden als vluchteling uit Iran kwam. Hij stuurde haatmails naar families van militairen die in Afghanistan gesneuveld zijn. En in die mails noemt hij hen varkens. Ook wordt hij verdacht van een aantal aanrandingen. Na enkele uren weten een paar gijzelaars te vluchten. Op hun gezicht is de angst en de verbijstering af te lezen. Onduidelijk is of ze zijn vrijgelaten of dat ze wisten te ontsnappen. Een moeder krijgt een sms'je van haar zoon uit het café. Mom, I'm in the Lind Cafe in Sydney and my heart just dropped and I sent back a text message and said, what's going on? Are you okay? And he just sent me back a message and said, I'm okay, Mum, can't talk. En left it at that and I haven't heard anything since then. 16 uur na het begin van de gijzeling, om 2 uur 's nachts lokale tijd, rennen er plotseling enkele gijzelaars uit het café naar buiten. Meteen daarna klinken er explosies en schoten. Even later worden de gewonden naar buiten gebracht. Australië houdt al een tijdje rekening met een terreuraanslag. Het land is een van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten en neemt actief deel aan de strijd tegen de Islamitische Staat in het Midden-Oosten. In september van dit jaar kwam de Australische regering met de eerste waarschuwing. Het dreigingsniveau voor een terreuraanval werd verhoogd. De dreiging zou komen van binnenlandse aanhangers van de terreurgroep Islamitische Staat. We have got to guard against potential terror attacks. Hier in Australië. En dat had natuurlijk alles te maken met de actieve rol die Australië speelt in de strijd tegen IS. Het land zet gevechtsvliegtuigen en manschappen in voor luchtaanvallen op IS in Syrië en Irak. Op 18 september volgt een arrestatiegolf. In en rond de steden Sydney, Melbourne en Brisbane worden tientallen huiszoekingen gedaan. 15 mensen worden gearresteerd. In opdracht van een Australische IS-ganger wilden zij in Sydney een willekeurige voorbijganger kidnappen, zijn keel doorsnijden en wikkelen in een zwarte IS-vlag. In oktober verscheen het volgende YouTube-filmpje op de Australische televisie. To the leaders, to Obama, to Tony Abbott, I say this: these weapons that we have, these soldiers, we will not stop fighting, we will not put down our weapons until we reach your lands. De boodschapper is de 17-jarige Abdullah Elmir, een van de naar schatting 100 Australische Syriëgangers. Australië was gewaarschuwd dat de oorlog in het Midden-Oosten tegen IS wel eens heel dichtbij kon komen. En vlak voor deze uitzending sprak ik met onze correspondent Robert Portier vlakbij dat café in Sydney. En ik vroeg hem eerst hoe deze bevrijdingsactie nou verlopen is.
Even na 2 uur lokale tijd hier in Sydney bestormde de politie het pand. Daarbij werden stun grenades gebruikt. Er kwamen ontploffingen aan te pas. Er werden geweerschoten afgevuurd. En één voor één werden daarna de gijzelaars naar buiten geleid. Sommigen konden dat op eigen kracht doen. Sommigen moesten worden begeleid. En in ieder geval één geval moest er een reanimatie worden gedaan ter plekke, vlak voor het café. Zoals de berichten er nu naar uitzien, zijn er 2 doden. 1 daarvan is de gijzelnemer. Maar de politie geeft op dit moment een persconferentie en daar wordt het pas officieel bevestigd. Was dit nou een eenmansactie van de dader of zit er een hele organisatie achter? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. En ook daarop hopen mensen in de komende dagen meer antwoord te krijgen. De dader was een man uit Iran die als vluchteling naar Australië toe was gekomen. Zich hier radicaliseerde tot een extremistische moslimleider. Hij werd berucht vanwege de brieven die hij stuurde naar familieleden van soldaten die in Afghanistan waren omgekomen. Of hij gewerkt heeft met andere mensen, misschien buiten dit café, ja, dat valt nog te bezien. Daarover horen we later hopelijk meer. Ja. We weten dus dat ze hem in Australië enigszins kenden. Hebben ze hem dan niet goed in de gaten gehouden, kun je dat zeggen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Wij weten niet of dit een actie is die lang van tevoren werd voorbereid. Of dat het toch een min of meer spontane ingeving is. Het lijkt in veel opzichten op een wat onbezonnen actie. Berichten die ik in ieder geval her en der meekrijg, is dat deze man toch geen doorgewinterde terrorist was. En het lijkt er dan ook op dat het toch een lone wolf, een eenling was die deze actie heeft uitgevoerd. Hoe komt deze dag aan in Australië? Oh, die komt heel zwaar aan. De dag is net begonnen. Mensen gaan nu naar het werk toe. En de meeste Australiërs die hadden in de verste verte nooit kunnen bedenken dat hun eigen land het doelwit zou kunnen zijn van een terreuractie. Dat betekent dat veel mensen toch met een kater op dit moment naar het werk toe gaan. En speciaal zal dat zo zijn voor de mensen die in de moslimgemeenschap zitten. En er zijn ook veel moslims die hebben aangegeven dat ze bang zijn om nu in het openbaar vervoer plaats te nemen. En er is op social media dan ook een grote actie opgestart van gewone Australiërs die mee gaan rijden in de bus, in de trein of in de metro om die angstige moslims een veilig gevoel te geven. Dankjewel, Robert Portier vanuit Sydney. Ja, in eigen land dan. Een groot deel van de politiebureaus in Nederland gaat dicht. Aangifte doen op het bureau is er dan niet meer bij. Dat moet dan thuis via internet. Er komen wel meer kleine steunpunten. En agenten die moeten dan vaker de straat op. Er zijn nu nog zo'n 400 volwaardige politiebureaus en er blijven er straks 167 over. Ook zijn er 388 van die kleine politiesteunpunten met minder faciliteit. En dat worden er straks meer. 407. Een van de bureaus waarvan nu al duidelijk is dat het weg moet, is het politiebureau van Koudum in Friesland. Het voelt vertrouwd voor veel bewoners van Koudum, dat vaste baken, het politiebureau. Maar vandaag hoorden ze dat het zal verdwijnen. Het is toch weer een voorziening die nu in de regio aanwezig is en die dan eventueel weer verdwijnt. En daar maken we ons zorgen over. Investeren in dienstverleningen, minder in stenen. In dat kader vindt de operatie plaats. Wij vinden dat als politievakbond een onverstandig besluit. Ook als wij onze leden horen, die willen dicht bij burgers staan, willen dichtbij zijn, ook met bureaus, zodat ze daar makkelijk bereikbaar zijn. En daar wordt hiermee een eind aan gemaakt. Die sluiting van bureaus hoort juist bij een politie nieuwe stijl, vindt de burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland, waaronder Koudum valt. In zijn gemeente proberen ze, zegt hij, de politie meer op straat te hebben, bij de burger thuis aangifte op te laten nemen en er is per 5000 inwoners een zogenaamde gebiedsagent. Die kan dus gewoon in de samenleving zijn herkenbare plek houden, die krijgt een inloopspreekuur, kortom, die politie die kan ook een actieve politie worden en een bereikbare politie. En ik zie daar, ondanks dat het natuurlijk toch even slikken is, mogelijkheden toe. Door onder meer de smartphone en digitale aangiftes is de agent niet meer zo afhankelijk van een traditioneel bureau, zegt de politieleiding. Maar zal de politie er straks alles aan doen op tijd ter plekke te zijn? Dat doen wij en dat zullen we blijven doen. Daar heeft dit niks mee te maken. Wat mij betreft gaat het hier veel meer om het verbeteren van de dienstverlening, gebruik maken van de moderne middelen en onze bereikbaarheid en zichtbaarheid op straat zal wat mij betreft alleen maar toenemen.
De gemeente Zuidwest-Friesland levert dit bureau in, maar wil wel de garantie dat de operatie geen verkapte bezuiniging op personeel is. Naar België dan. En daar was vandaag al heel veel dicht. De nieuwe regering kreeg het stevig voor de kiezen. Het vliegverkeer lag plat, het openbaar vervoer staakt. In de haven, in de fabrieken en zelfs in een aantal scholen en ziekenhuizen lag het werk stil. En ook enkele wethouders legden het werk neer. De machtige Belgische vakbonden lieten hun spierballen zien. Nationale staking. Een protest tegen bezuinigingen en hervormingen. In het centrum van Mechelen lijkt het wel een zondag vandaag. Dat er weinig volk is, weinig mensen. Dat er gestaakt wordt, is op straat te zien. Bij de gevangenis komen we de eerste stakers tegen. Wat betekent het vandaag voor hier, achter de muren? Die zitten al een ganse dag op een cel. Dus die hebben geen bezoek gekregen, die hebben ook niet kunnen gaan douchen van de morgen. En ook niet kunnen telefoneren, geen wandeling, niks. Ik wacht op mijn vervoer om naar mijn stage te gaan. Geen openbaar vervoer dus, maar wellicht meer werk voor de taxis. Ik denk dat veel mensen er rekening mee hebben gehouden voor thuis te blijven, of van thuis uit te werken, ik weet het niet. Maar ik heb vanaf 9 uur 1 klant in mijn auto gehad, dus dat is heel lang. Het is nu 1 uur. Ja, klopt. In dit ziekenhuis is weinig van de staking te merken. Ik staak niet, ik werk. Ik ben voor het werken, ik ben hier om patiënten te behandelen en ik zal het verder blijven doen. Aan de rand van Mechelen, bij een kantorenpark, worden de werkwilligen tegengehouden. Iemand wou komen werken, die is gewoon door de piketten gereden. Staken vind ik wel oké, maar het moet voor de juiste redenen zijn en niet voor deze reden. Spijtige is, dat is dat men vooral de inkomens uit arbeid wilt raken en geen enkele, maar ook geen enkele bijdrage wilt vragen uit de inkomens uit vermogens. Ze willen wel een bepaalde boodschap uitbrengen, maar ik denk niet dat ze het resultaat gaan bereiken dat nodig is. Dus. De actie verdeelt Mechelen. Staken of blijven werken. Ja, en op een sfeervol vliegveld Zaventem staat correspondent Joris van Poppen. Ja, Joris, het lijkt wel of ze het voor jou alleen zo mooi hebben aangekleed, want er is verder helemaal niemand, hè? Ja, het is heel rustig hier. Normaal zijn er 600 vluchten per dag en vandaag is er nog geen enkel vliegtuig aangekomen of vertrokken hier. België is tot stilstand gekomen en dat zie je overal in het land, maar vooral hier. Die normaal zo drukke hal hier achter me van de Nationale Luchthaven van Zaventem. En dan moest het een nationale staking worden. Is het dat naar Belgische begrippen ook geworden? Ja, opmerkelijk gezien wel. Er is in Vlaanderen gestaakt en er is in Wallonië gestaakt. Normaal is er nogal wat spanning tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar nu is er eensgezindheid bij de vakbonden. Die zijn eensgezind tegen de nieuwe regering. Is de regering hiervan onder de indruk, denk je, van deze massale staking? Nee. De vakbonden mogen komen praten. Het sociale overleg moet opnieuw opgestart worden, hoor je bij de regering nu. Maar heel veel maatregelen, ja, die moeten gewoon. België moet de tering naar de neringen zetten, wordt er dan gezegd. Er moet bezuinigd worden. Pensioenleeftijd moet er bijvoorbeeld omhoog. Kijk maar, de Belgen gaan nu gemiddeld op 58 jaar met pensioen. De laagste leeftijd in zo'n beetje heel Europa. Dat moet veranderen om de pensioenen betaalbaar te houden, zegt de regering. Dat moet ook, net zoals in Nederland, naar 67 jaar als het kan. Nou, dus ja, de vakbonden, ze mogen komen praten. Sociaal overleg mag er weer zijn. Maar die bonden moeten niet op te veel inschikkelijkheid van de regering rekenen. Nou zijn die acties al even aan de gang. Ze gaan ook nog door. De strijd gaat ook nog door. Zijn de Belgen het al beu? Ja, wat denk je? De frustratie hier groeit natuurlijk. Kijk, veel mensen die wilden gaan werken, maar die konden niet op hun bedrijf komen omdat de vakbonden de toegangsdeur hadden geblokkeerd. Of sterker nog, ze hadden de afritten van snelwegen veel geblokkeerd vandaag. Er waren hele industrieterreinen geblokkeerd. Zelfs hele havens lagen plat, waren onbereikbaar vandaag. Dat gaat nogal ver. Maar aan de andere kant, vergeet niet, België is een vakbondsland. Er zijn 3,5 miljoen vakbondsleden hier. Dat zijn er 2 keer zoveel als in Nederland, terwijl Nederland groter is. En die vakbondsleden hier, die vinden het eigenlijk wel heel fijn dat die vertrekhal hier achter me zo rustig, zo leeg is. Want dat betekent dat hun bond in ieder geval nog een hele sterke vuist kan maken tegen die bezuinigingsplannen. Dankjewel, Joris van Poppel vanaf Zaventem. Er komt geen asielzoekerscentrum in het Friese dorpje Rijs. Dat heeft de gemeente De Friese Meren besloten samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
Het COA wilde 400 vluchtelingen onderbrengen in Rijs, dat zelf maar 160 inwoners telt. Het leidde tot veel verzet. De gemeente wil wel vluchtelingen huisvesten, maar dan in een grotere plaats. Zoals Balk, Lemmeren of Jouren. Het VMBO wordt vernieuwd. Leerlingen moeten vanaf volgend jaar een keuze maken uit 10 profielen. Nu kunnen ze nog kiezen uit 4 profielen. Door de nieuwe opzet moeten scholieren meer ruimte krijgen om vakken te kiezen die aansluiten op de arbeidsmarkt. Voor het bijscholen van docenten in nieuwe vakken trekt staatssecretaris Dekker van Onderwijs 5,5 miljoen euro uit. Een van de laatste schilderijen die Rembrandt maakte aan de Jodenbreestraat is tijdelijk terug in Amsterdam. Rembrandt schilderde Man met hand in de zij in 1658. Het portret is nu van een Amerikaan. Die vroeg er 3 jaar geleden 34 miljoen euro voor. Maar niemand kocht het doek. En vanaf morgen is het schilderij te zien in het Rembrandthuis. In het grote liquidatieproces zitten de rechters met de handen in het haar. Dat komt gek genoeg door de arrestatie van Willem Holleder afgelopen zaterdag. Die zou de opdracht hebben gegeven voor de moorden op vastgoedhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. Zaken die ook in het lopende liquidatieproces een rol spelen. Maar daarmee is het Hof al bezig, in hoger beroep. Dus wat moet er nou met die grote rechtszaak gebeuren? Het Hof? Never a dull moment, verzuchtte de voorzitter van het Hof vanmorgen. 2 maanden geleden was er de plotselinge aankondiging van een tweede kroongetuige die voor commotie zorgde, de crimineel Fred Ros. En nu zorgt de arrestatie van Willem Holleder voor nieuwe kopzorgen. Want het Openbaar Ministerie denkt dat Holleder opdrachtgever is van 2 moorden. Dezelfde moorden waar in het liquidatieproces ook 2 verdachten voor terecht staan. Dino Soerel en Ali A. En dat kan dus niet volgens hun advocaten. Het alleringewikkeldste is dat je nu een proces hebt hier bij het gerechtshof en er tegelijkertijd een proces tegen meneer Holleder bij de rechtbank gaat lopen. Terwijl het om hetzelfde proces gaat. Dus het ene proces wil weten wat er in het andere proces gebeurt en het andere proces in het ene proces. En dat is iets wat ongekend is. Dat hebben we sinds Napoleon geloof ik nog niet gezien. Het Openbaar Ministerie vindt het nog veel te vroeg om nu al te bedenken hoe het allemaal verder moet. Holleder zit nog maar net vast en het onderzoek is nog in volle gang. Op dit ogenblik staat nog niet vast of en waarvoor Holleder precies zal worden vervolgd. En dus op dit ogenblik is voor ons ook nog niet te overzien wat daar de consequenties voor het liquidatieproces voor zullen zijn. Wat wel zo goed als vast staat is dat de arrestatie van Holleder voor fikse vertraging gaat zorgen. In januari beslist het Hof over een oplossing voor het probleem. Hij vertrok naar Brussel om commissaris voor betere regelgeving te worden. Frans Timmermans bindt de strijd aan met verouderde of onzinnige wetten die de Europese burger alleen maar irriteren. Een van die wetten is, volgens Timmermans, de nieuwe Europese recyclingwet. Maar het bedrijfsleven, het Europees Parlement en de helft van de EU-landen willen dat Timmermans nou juist van die wet afblijft. Deze zomer werd de nieuwe Europese recyclingwet gepresenteerd. 70% van al het afval moet worden hergebruikt en zal niet meer zoals hier worden verbrand. Een regeling waar zelfs de eigenaren van de verbrandingsovens groot voorstander van zijn. Het goede is dat het ons eraan doet denken dat we met z'n allen op een andere manier moeten gaan produceren en consumeren. Niet meer alles weggooien wat we afdanken, maar kijken welke waardevolle componenten er nog in zitten. Maar de nieuwe eurocommissaris Frans Timmermans wil de regeling juist schrappen. Hij is aangesteld om Europa te bevrijden van te grote regeldruk. En morgen komt hij met zijn lijst van foute regels. De steun voor die ambitie is groot, maar betrokkenen zien hun plan liever niet sneuvelen. In het Europees Parlement is heel veel steun voor deze wetgeving. En vorige week hebben 11 lidstaten nog een brief aan hem gestuurd om deze wetgeving niet terug te trekken. Intussen hebben een heleboel meer lidstaten zich daarbij aangesloten. Dus er is nog heel veel meer wetgeving die veel minder steun heeft. En die trekt hij niet terug. Dus ik begrijp niet waar hij het hier over heeft. En ook de afvalverwerkers schreven Timmermans een boze brief. Vanuit het perspectief van het verminderen van de Europese regeldruk, en daar kun je op zichzelf veel van vinden, en dat begrijp ik ook wel, dat men dat, gegeven de heersende mening in Nederland en andere landen, dat men daar kritisch over nadenkt. Maar dan moet je wel de goede dingen schrappen en niet dit pakket. Verkeerde voorbeeld. Het is het verkeerde voorbeeld. Uiteindelijk wordt al dat afval wat aankomt hier in een oven verbrand. En uiteindelijk willen ze dat zo weinig mogelijk zien hier, want er moet gerecycled worden en niet verbrand. En daarom vinden ze die Europese regeling hier goed. Ze vinden dat Timmermans die niet moet afschaffen.
En dat geldt eigenlijk ook voor die tientallen andere regelingen die Timmermans weg wil hebben. Er zijn altijd wel voorstanders te vinden die gaan vechten voor het behoud van die regeling. En dus zal het nog een lange weg worden voor Frans Timmermans om zijn ambitie minder regels ook echt voor elkaar te krijgen. En morgen in Brussel presenteert Timmermans die lijst van EU-regels die hij wil schrappen of aanpassen. I may have found a way out of here. No one has ever escaped from Alcatraz. I'm in. Me too. And no one ever will. Ja, beelden uit de Hollywood-klassieker Escape from Alcatraz met onder andere Clint Eastwood. Gebaseerd op de waargebeurde ontsnapping van deze drie heren uit de beruchte Alcatraz-gevangenis in de baai van San Francisco 52 jaar geleden. Hoewel hun lichamen nooit zijn gevonden, werd altijd aangenomen dat het trio tijdens de vlucht in zelfgemaakte bootjes was verdronken. Maar de kans is juist groot dat de heren de overtocht hebben overleefd, blijkt uit Nederlands onderzoek. Alcatraz, The Rock. Alcatraz, ooit berucht, maar inmiddels al heel lang beroemd vanwege de film. Die liet in het midden of de ontsnappingspoging lukte. Eén feit uit 1962. De drie stapten in hun bootje van aan elkaar gelijmde regenjassen aan de noordkant van het eiland op exact de juiste plek, beweren deze wetenschappers van de TU Delft. Ze lieten een computer op verschillende tijdstippen de stroming in de baai berekenen op die bewuste juniavond in 62, om te zien hoe virtuele bootjes zich verplaatsten. Elk uur laten we 50 virtuele bootjes los, wat dan de ontsnappers zijn. En het is nu middernacht. En deze groep is interessant. Deze groep is de enige groep die dichtbij genoeg komt, dichtbij de kust genoeg komt, om te kunnen overleven. Als ze om middernacht gegaan zijn, als ze om 10 uur gegaan zijn, worden ze met het getij meegetrokken de oceaan op. De Alcatraz-gevangenis lag ten noorden van San Francisco. Vanwege de krachtige stroming dreven ontsnappingsbootjes onvermijdelijk onder de Golden Gate-brug naar zee. Behalve dus bij een vertrek rond 11:30 s'avonds. Dan drijft een bootje automatisch naar land. Vandaar stromen restanten naar Angel Island, stellen de onderzoekers. En daar vond de politie in 1962 onder andere paddles. We count the hours. Tuesday night we go. Maar hoe laat dinsdagnacht ze gingen, is nooit duidelijk geworden. Okay, we're off. En dit zijn de makers van het programma Mythbusters van Discovery Channel. Die deden de ontsnapping in 2003 zelf na. En het interessante is, de Mythbusters hebben zelf met een bootje gemaakt van regenjassen, zijn ze het water ingegaan en die zijn ook hier aan land gekomen. Maar er hebben heel veel mensen gezegd, ze hadden het nooit kunnen overleven. Ja, qua waterstroming, zoals wij dat nu zien, zou het dus, mits ze goed peddelen, een kans zijn dat ze het wel overleven. Dus Escape from Alcatraz was mogelijk. Dat had gekund. We made it! Ja, vandaag presenteren de wetenschappers hun bijzondere bevindingen op een congres in San Francisco. Hoe de drie heren er 52 jaar na dato zouden kunnen uitzien, dat zometeen. Eerst het weer, Gerrit. Hebben wij morgen ook een regenjas nodig? Ik denk het wel, ja. Het weer dat lijkt als twee druppels water op dat van vandaag. En dit was het weer van vandaag. Donkere wolken af en toe, maar ook zo nu en dan lichte plekken ertussendoor. Of zelfs opklaringen zijn plaatsen waar de zon eventjes geschenen heeft. Dit was overigens in de buurt van Delft, waar af en toe hele donkere wolken te zien waren. Maar dat was op heel veel plaatsen het geval. En dat zal morgen denk ik ook weer zo zijn. We hebben te maken op dit moment met een echte weststroming. Dat betekent dat de temperatuur ook de komende tijd als een jojo op en neer gaat. Dit is het front wat ons vannacht passeerde. Vanochtend is daar regen uitgevallen. Buien en er zitten stroomopwaarts nog meer buien. Met ook opklaringen ertussen. Nou, dat front dat, trekt verder. Dan komen hier die buien weer aan en hier komt een nieuw neerslaggebied aan. Maar dat zal pas in de loop van woensdag of donderdag bij ons in de buurt komen. Morgen hebben we met wat buien te maken, met een westelijke tot noordwestelijke stroming. Nou, laten we eens even kijken hoe het eruit gaat zien. Eerst natuurlijk de buiensituatie zoals die nu zo'n beetje nog is. Nog steeds vanuit het westen wat buien die overtrekken, maar zeker ook opklaringen. Betekent dat in het binnenland de temperatuur behoorlijk kan dalen. Daar is niet veel wind, windkracht 2 à 3. Kan het 2 graden worden, terwijl het op de Wadden stevig door blijft waaien met windkracht 5 à 6. En daar dus ook nog steeds kans op een paar buien. Dan morgen. Ik denk dat het morgenochtend droog begint. Maar morgen in het noorden van het land, in de middag, vanuit het noordwesten buien. Ja, temperaturen zitten op zo'n 7 graden in die omgeving. En nog steeds veel wind uit het westen, windkracht 5 à 6 in het Waddengebied.
En als we dan verder naar het midden van het land gaan, ook daar in de middag buien die vanuit het noordwesten overtrekken. Dus af en toe wat regen, maar ook af en toe een opklaring. En ja, aan de kust kan het dan nog een graad of 8 worden. En dan gaan we nog even naar het zuiden toe natuurlijk. Tenminste, even kijken of dat wil lukken. Ja hoor. En daar is de kans op buien duidelijk minder. En daar zal het ook wat later pas aankomen. Dan daarna, dan blijft het erg wisselvallig. Met zowel woensdag als donderdag wat regen. Maar vooral donderdag een hoge temperatuur. Die schiet ineens naar 13 graden. Vrijdag dan gaat het flink regenen en dan gaat de temperatuur alweer dalen. Kortom, het blijft erg wisselend weer. Nog even naar Alcatraz en die ontsnapping. Want zo zagen de drie eruit toen ze vertrokken uit Alcatraz. En als ze hun overtocht en de 52 jaar daarna hebben overleefd, zijn ze nu 83, 84 en 88 jaar oud. En dan zouden ze er inmiddels zo moeten kunnen uitzien. Wie weet, in de buurt. Daar kom je heen. Tot zover het NOS Journaal. Met als belangrijkste nieuws. Na 16 uur is de gijzeling in Sydney voorbij. Bij de bevrijdingsactie kwamen de dader en twee gijzelaars om het leven, melden Australische media. Drie gijzelaars raakten zwaar gewond. En straks in Nieuwsuur een reportage vanuit de stad Karbala in Irak, waar 20 miljoen pelgrims bijeen waren voor de heiligste dag van de Sjiïten. Die stond volledig in het teken van de strijd tegen IS. Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.